En wat nu? We gaan naar hotel. Hele slechte kritieken, maar... Slechte kritieken? Slechte kritieken? Nou, dat valt toch best mee. Het is ook nooit goed. De mensen moeten niet zo zeuren. Alleen het warm water doet het niet en de wc-bril die zit een beetje los. En... Wil je mij nou eens laten zien hoe jij door die bril zakte? Wat gebeurde er? Schoof die bril onder je weg. Want zit die los? Er zit nog wat haar van de vorige gasten in het doucheputje en we hebben een frisse handdoek nodig. Dus we besluiten de manager erbij te halen. Een intelligente jongeman met een talenknobbel. Towel. En dan ben je lekker afdrogen, weet je wel. Sorry. Zwemmen? Nee, zwemmen gaan we niet. Maar ik wil graag een towel om af te drogen. Sorry, dit is een... Af te drogen. Oké. Ja, met een douche. Yes. Daarna wil je lekker afdrogen. Sorry. Is een towel? Ja, zie je wat ze doen? Nee, nu hoef ik nog niet. Ik heb ook geen zin om met u te douchen. Maar ik wil graag een handdoek. En hoe zit het dan met die wc? Ja, dan ga je op de toiletbril zitten en dan bobsleeën zo. De douche. Yes. Ja. Ja, want die zit los. Ja, dat is lang. Dus dan ga je oh ja. Zigzag. Oh, dat is het. Zigzag. Met de toiletbril. Ja. Zigzag jezelf in de douche. Zigzag? Ja, zigzag. Ja. Wat is er dan niet? Oh. Die haren in het putje vinden ze fijn. Die likken we er straks zelf uit. Ja. Doen we zelf. Ja, doen we zelf. Goed? Of wilt u ze? Zullen we zelf? Oh, nee, wij halen ze eruit. Nee. Oké, thank you. Het is jouw bedoeling, het is goed op vanaf nou. Mijn bedoeling. Het is leuk. Nou, dat was de klapper van de week. Hij is goed. Dat kan je beter dan Engels. Ja, het is altijd moeilijk om afscheid te nemen. Maar ga nou maar. Tot ziens, Barry. Dag. Tot gauw. Tot snel, hè.